En nu is het tijd om zwembad weg te brengen. Ja, hij dacht dus dat het een scam was, maar nee, hier zijn we dan met het zwembad. Oh, dit kan toch weer niet waar. Kijk, hè? Big Mac sauce. Oh. Hele bril vliegt. Goedemorgen dames en heren, welkom bij weer een gloednieuwe vlog. We staan hier voor de deur, want we gaan vertrekken naar Boar, oma en opa. Want zoals jullie weten, of zoals de meesten wel weten, hebben we van alle spullen moeten meenemen uit Spanje met deze camera net. En die gaan we nu vandaag uitladen. Dus we gaan even naar hun rijden en al de spullen naar hun brengen. Ja hoor, boom! Helemaal leeg weer. Al de spullen uitgeladen. En nu gaan we even tanken met deze, met dit busje, want zelfs gaan we het zwembad brengen. En dat is het teken dat we moeten tanken. Dus veel hebben we niet meer. Ja, we moeten er wel geraken natuurlijk voor het zwembad af te leveren. Dus dat gaan we nu even doen. Kijk eens aan, lekker aan het tanken. Maar voordat we dus zelfs het zwembad gaan weggeven, gaan we dus eerst nog lekker eten met uw oma en opa. Pannenkoeken hier in de buurt. Super lekker. Echt de beste die je ooit zult eten. Buikje helemaal vol gegeten met super grote pannenkoeken daar. Het zijn echt, ik weet niet hoe groot. En nu is het tijd om zwembad weg te brengen. Dus we gaan die hier proberen in te laden. En dat wordt nog een hele klus, want die weegt 100 kilo. Dus we gaan dit even openzetten. Gelukkig is er plaats genoeg voor het zwembad in te leggen. Hè. Ja, nu gaan we dat daar nog uit moeten krijgen, maar er zullen nog wel mensen zijn die ons gaan helpen, hoop ik. Alright, zitten we dan. We hebben het adres ingegeven. Het is gelukkig niet zo ver rijden, dus dat is top. Zit je benieuwd? Nee. Ja, hoe het gaat lopen allemaal. Gek, we gaan gewoon een zwembad afgeven. Alright, let's go. We zijn er hoor. We staan voor de poort, dus tijd om aan te bellen en te kijken. Hopelijk zijn ze thuis. Wauw. Dat is helemaal fout hier. Voor de mensen die denken, waarom zit nu alleen die papa hier te helpen? Ja, waarom eigenlijk? Je dacht van, ik ga het mijn papa laten doen. Ja, maar die wou dat toch niet doen, zei hem. Ja, oké, en je hebt werkvolk genoeg mee, hè, dus. Ja. Dan even opzetten. Maar je zit wel blij, hè? Ja, want je dacht eerst dat het een scam was. Ik ben heel blij. Ja, daarom was ik niet zo blij op de... Ja, je klonk een beetje droog, maar dat maakt niet uit. Ja, hij dacht dus dat het een scam was, maar nee, hier zijn we dan met het zwembad. Dus let's go. Veel succes. Hé, maar jongens, op de doel staat dat het 60 minuten gaat duren. Wat denken jullie? 2 uur. 2 uur? 600 minuten. Gaan jullie het mogen doen of gaat hij helpen? Ja, het is nodig als ik zo zie. Ik schat 2,5 uur. Vinden jullie het wel? Of zijn jullie nog steeds ontzettend? Ja, dit is een montage. Oké, montage. Goed bezig. Dat is goed. Jij gaat zeker niet helpen, hè? Nee. Je gaat gewoon kijken hoe dat hier in elkaar wordt gezet. Ik ben aan het tellen hoe lang het gaat duren. Oh, maar kijk, het staat toch al bijna op. We moeten niks doen. Ja, kijk eens, we kunnen het al beginnen met vullen. En jullie zijn bezig met de trap. Ja. Ja, jullie zijn slim en gewoon even met jullie twee. Laat hun het harde werk maar doen. Zij mogen alles doen. Hoeveel minuten zijn we verder al? Ja, ik weet eigenlijk niet, 40 of zo. Oké, 40 minuten al? 35 minuten bezig. Kijk, hier. Jij gaat de tijd bijhouden. En wat denk je als je het nu zo ziet? Nog 2 uur. Nee. Het gaat wel goed, ik had het niet zo snel verwacht. Kijk eens, zelfs Timber is aan het helpen. Oké, we hebben met hoeveel man hebben we nu dit opgezet? 10. Oké, maar het eerste water gaat erin. Dus het is gelukt. We hebben goed gedaan. Helemaal 15 minuten, dus we zijn nog voor de tijd van de doos. Top, hè? Kijk eens. Stroomt goed. Je had ook niet verwacht dat het zo groot was. Kijk u daarnaast staan. Oh. Het is echt hoog, dat had ik niet verwacht. Kijk ook. 20 staat op papier, maar. Ja, dat lijkt zo niet, hè? Maar dat zal dat toch wel zijn. Allee, het is ontvullen, hè? Hoe lang gaat het duren, denk je? Vullen. Ja, 2 dagen. 2 dagen, hè? Toch. Maar was dit eigenlijk eerst je zwembad? Nee, dat is voor mijn hond. Oké. Want anders was het wel een dikke upgrade, hè? Dit. Ja, maar jullie hebben dat goed gedaan. Trappen heeft wel iets langer geduurd, hè, boys? Ja, na dat. Jullie zijn net pas klaar. Dat lag aan de boven. Ja, oké. Het lag aan de handleiding, ja, tuurlijk. Oké, boys, ik ga er vandoor. Heel erg bedankt dat we mochten komen afleveren. Hè. Hopelijk hebben jullie er veel plezier van, of toch geil sinds. Ja, woensdag gaan we al hier zwemmen. Ja, top. Zwemfeestje gepland. Ja. Hey, snelle bril, joh. Ja, dat staat wel goed daar, hè? Ja,
Mooi. Ja, nu nog 2 dagen vullen, dan hebben jullie plezier. Hè. Top. Echt hard bedankt. Ja, graag gedaan. En ik zou zeggen, als jullie nog eens willen meedoen aan Giveaway, volg me zeker. Ja, wie weet bij de 2000, 3000 subs dat ik nog zoiets doe. En ja, je weet maar nooit, hè. Eerste keer dat je meedoet aan een giveaway. Ja, je hebt al direct gewonnen. Ja. Ja. Dat was het dan, hè, met afnemen. Doei, doei. En ze komen weer in het YouTube-huis. Ik noem het echt veel het YouTube-huis de laatste tijd. Maar dat is omdat we hier natuurlijk ook elke dag YouTube-video's maken. Dus als dat niet de moeite waard is om te abonneren, dan weet ik het ook niet meer. Hoe vond jij het? Was leuk om te doen, hè? Zijn reactie was ook super tof. Hey, ja. Toen we hem belden was hij dus nog een beetje... Ik dacht dat het nog steeds een scam was en dat we niet gingen komen met het zwembad. En daarom was hij nog niet zo excited, maar hij was wel echt heel blij, hoor. Ja. Al zijn vrienden ook uitgenodigd om te komen helpen. Ja, leuke familie. We hebben echt... Ja, we mochten zelfs mee eten, maar... Dat gaat helaas niet, want we gaan nu eten bij familie van u. Maar anders ja, hadden we daar ook frietjes gekregen en zo. Dus echt super lieve mensen. We hebben nog ook even geholpen, zoals jullie zagen, het zwembad op te bouwen. Want dat is echt groot, hè. Besef, dat heeft hier altijd gestaan in de hoek. En nu staat het daar gewoon op. Dus de hallen, zo leren niet. Ja. En alle mensen die ook iets willen winnen? 2000? Ja, we zitten er bijna, hè. Ja. Bijna aan de 2000 subs. Besef, ik heb nu net het zwembad weggegeven voor de 1000 subs. En we zitten al op 1600. Dus. Ja, het gaat super snel. Daar ben ik alleen maar dankbaar voor. Dus shout-out naar iedereen die abonneert en die elke dag kijkt. Ik hou van jullie. En aan Timber, nog veel plezier met je zwembad. Ik hoop dat je echt super blij bent, maar dat zag ik wel. Ja, en ik hoop dat je er lang kunt van genieten. En dat het deze zomer lekker warm wordt, zodat je veel kunt zwemmen. En zoals ik daar straks al zei, dames en heren. Zo ziet je maar, hij had nog nooit meegedaan aan een giveaway. Hij doet nu ja, voor de eerste keer mee aan iets. En hij wint gewoon meteen, dus dat is wel lachen. Veel mensen denken altijd van, ja, ik doe daar niet aan mee, want ik win dat toch niet. Maar zo zit je maar. De kans is klein, maar de kans het blijft wel bestaan. De kans is er. De kans is er. Hoe klein hij ook is, hij is er. Dus wij zijn nu in de auto ingestapt. Ben aan het vloggen! Want we hebben gisteren Gijs een auto gewassen, maar eigenlijk moet deze ook echt dringend een wasbeurt nodig hebben. Want ja, we hebben helemaal naar Spanje gereden en terug, dus die is zeer vuil. Ook van al het zeewater daar en zo, al het zoutwater en alle vliegjes die we hebben vermoord onderweg. Dus we gaan nu even naar de handcarwash, gaan we die lekker afspoelen en inzepen en nog eens afspoelen en goed wassen. En dan gaan we dus eten bij Boar familie. Ja, we hoorden trouwens ook dat Timber tijdens de examens, dat hoorden we van zijn familie, tijdens de examens zelfs keek naar de vlogs. Cool, hè? Dus hij was sowieso een trouwe kijker, maar we zijn in de carwash en we gaan even goed poetsen. Wauw! Altijd zo fijn om te doen, hè? Ja, hè? Satisfying, hè? Wat is dit nou? Kijk, begin het zo weer te regenen. Yeah. Net de auto wassen. Maar het is wel super mooi wassen, ja, hè? Kijk die venster. Kunnen we terug zien? Alle vliegjes weg. Maar regen, extra wasbeurt. En zo zijn we terug thuis, dames en heren. Ja, jullie weten ondertussen wel dat ik op zo'n dingen als uiteten, of uiteten, zeg ik nu weer, eten bij Boar familie niet film, dus sorry daarvoor. Vandaag heeft het in het teken gestaan van een zwembad, maar we hebben nog steeds niet naar ons eigen zwembad gekeken. Dus ik ga eens kijken of het nog proper is. Oh, top hoor. Alleen een beetje vuil. En dat maakt helemaal niks uit. Het is gewoon nog goed proper, dus dat is top. Wauw. Goed, hè? Het is gewoon nog blauw, dus dat is top. Stop. Klein beetje stofzuigen, maar ja, dat maakt niet uit. Ja, dan kunnen we zwemmen. Oei, oei. Ik hoor een Vespa de inrit oprijden. Dat kan maar één ding betekenen. Kom binnen. Een Big Mac, zomer met Big Mac saus. Speciaal voor jou. En dat is gratis. Ja. Blijkbaar. Ja. Vies veel mensen van Nederland gaan nu naar België. Omdat die dat is alleen hier. Dat is alleen in België. Wow. Volgens dat is alleen je moet wel een large menu bestellen, denk ik. Ja. Willen we het gaan testen? Ja? Hij is door, zullen. Sammy en Evie gaan niet lachen als ze dit zien. Ja. Wij nemen niks. Alleen Siebe gaat een large menu nemen en dan kunnen we het zien, hè. Hij heeft er zin in, hoor. Oh, dit kan toch weer niet waard. En voor de mensen die het niet weten, McDonald's heeft dus nu blijkbaar, en blijkbaar alleen in België, echt gewoon een tube Big Mac saus. Ja, dat is heel gewild. En Siebe kan het niet geloven, dus we gaan het nu testen. Yep. Yep. Zijn je bezig? Ja. Oh my god, hoe toevallig is dit? Kijk dit. Gewoon reclame. Op is op. Deze zomer. Limited edition. Ja, limited edition. Dus we zijn niet zeker dat ze die nog gaan hebben. Maar we gaan het zien, we gaan het testen. En als ze die hebben, is dat wel heel nice, hè? Ja.
Dat gaat toch vet zijn. Ja, vandaag ik bestel je spuit. Hebben jullie nog Big Mac saus? Ja. Wat moet ik daarvoor bestellen? Een grote Big Mac, niet. Ja, doe dat dan maar. Zie ik de sausen niet staan? Ja, ik zie die sausen staan! Hey. Ja, die staan er in de frigo. Allemaal, nog vies veel. Je moet het toch wel niet toevallig kunnen dat ik nog een klein hongertje had. Dankjewel. Merci. Laat zien aan de kijkers. Wow. 288 calorieën. Die staan maar eens, ik drink de best leeg. Hoi, yo. Big Mac saus. Vet is saus. Oei, oei, oei. Al gelijk op de fritten. Ik ben de best leeg. Zo. Ja, we kunnen eens proeven, hè. Ik pak nu wel een fietsje dat er niet in zat. Ja, normaal is zout. Smaak je naar Big Mac saus, hè? Hier, proeven. Ja, dan wil ik het ook zo proeven. Ja, proef maar. Ja, dat is wel echt lekker, joh. Ik ga het ook. Hey, maar die friet is een zout, joh. Hey, maar dat proeft toch een beetje naar frietsaus, vind ik. Laat zien hoe je dat doet. Je rolt dat helemaal door de saus. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, die is wel. Ja. Hey, geniet van je saus. Dank je wel, Sarah. Waar gaat je dat allemaal op doen? Toastbrood, man, je vroeg. Meisjes? Mensen van de vlog. Oh! Hele bril vliegt. Ze gaat hem pinken. Zo luid ook, hè. Maar wij zijn dus weer thuis. Sieben heeft dus een Big Mac saus gevonden. En het werkt dus. Het werkt wel degelijk echt. Als je een Big Mac menu bestelt, krijg je gewoon een fles Big Mac saus erbij. Heel gek. Dat gewoon kan. Blijkbaar is het dus wel in België. Want in Nederland hebben ze dat niet. Zo, dames en heren. Ik ga de vlog hier ook bij laten. We hebben nog even iets gekeken. Maar we gaan nu slapen. Dus heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vonden jullie hem leuk. Vergeet niet te abonneren hier beneden. Zet je belletje ook even aan. Vergeet de video ook niet te liken en te reageren wat je van die video vond. En dan zie ik jullie morgen om 5 uur in een gloednieuwe vlog. Ciao. We'll be right back.